Vandaag hebben we in feite het jaar afgesloten. En dat doen we met de mensen mee te nemen naar het einde van het jaar met de kerst. En we hebben geprobeerd om de mensen in die stemming te brengen. Maar het was meer dan alleen een concert, toch? De bedoeling is dat we eigenlijk ons voorbereiden voor volgend jaar. Volgend jaar nemen we weer deel aan een internationaal concours in Gothenburg, Zweden. We zijn in 2016 geweest in Barcelona. Hebben we 2 keer zilver gewonnen en in Nederland hebben we goud gewonnen. Dus we zijn van plan om nu in alle gevallen goud te winnen. Het kerstconcert is om eigenlijk het jaar af te sluiten. We proberen om ons volk eigenlijk moed in te spreken over alles wat over hen heen komt gedurende het jaar. En daarom proberen we het jaar op deze manier af te sluiten, zodat iedereen een beetje vrede in zijn hart heeft en daarmee eigenlijk het nieuwjaar gaat beginnen.